Yes, goedenavond dames en heren. Welkom bij de Comedy Jones Comedy Night. Hier vanavond in Neushoorn Leeuwarden. Mag ik daar... hebben dus de Comedy Tunes Comedy Night hier in de Neushoorn voor het tweede seizoen. En ja, vorig seizoen weet ik een groot succes met een soort meisken, soms 120 tot 150 man. Joen is ik bij 120, dus drie verschillende comedians en een hartstikke leuke MC en dat het ja, weer top. Dankjewel, wat tof om hier te zijn. Goedenavond, Leeuwarden. Leuk! Hebben jullie er zin in? Yeah. Tuurlijk, dan wil ik het heel graag horen voor de eerste comedian van de avond. Hier is niemand minder dan Tom Slichting! De verpakking zat er 33% minder vet. Zat er werkelijk op. Ik heb gewoon verhaal gezien. 33%? Oh. Ik weeg 90. Ik wil 60 wegen. Ik heb een aantal locaties hier, dus in Zwolle en in Grains en in Metropool, nog andere locaties. En dit is dus de locatie Neushoorn, daar hebben we dus Fjouwer Comedy Nights. En daar ben elke keer weer verschillende comedians. Hier hebben we dus Kees van Amstel van de Comedy Train, Tom Slichting van het Comedy Café, Marlon Kikken, ik een hele bekende cabaretier. En Tim Hartog uit Rotterdam, dus het is een vrij gevarieerde avond, Joen. Meneer, waar gaan wij naartoe? Ik weet niet wie je nog meer ziet, maar ik ga naar huis. Ik ben net op schuurfeest geweest, geen zakken. Ik zou er niet naartoe gaan. Ja, ja, zegt hij. En u gaat dus naar huis. Kunnen we u misschien naar huis brengen? Nou, dat zou fantastisch. Dus nog geen twee minuten later zal ik dus voor het eerst in mijn leven achter een politieauto met mijn handen vrij. Oké, voor het eerst kennis maken met de buren. Oké. En in plaats van dat ik het slot open hoorde gaan, ging de brievenbusklep open en hoorde ik iemand aan de andere kant roepen: ik weet niet wat je komt doen, maar je moet in de sporthal slapen. Dank u wel. Nou, ik vond het wel lekker gaan, eerlijk gezegd. Ik weet dat Leeuwarden een leuke, warme stad is, maar ja, je weet niet hoe het in zo'n zaal gaat werken. Maar ja, het was echt heel leuk. Ja. Nou, de volgende comedy show is met de Christ, uit mijn Hollands Zon, 20 december. En dan heb ik weer een nieuwe comedians, nieuwe comedy talenten, dus zeker komen.